Welkom bij deze instructievideo voor Cerio Connect. En in deze video gaan we eens kijken wat de mogelijkheden zijn naar het maken van een backup en het uiteraard ook het restoren van een backup. Zoals je ziet ben ik ingelogd in het adminpanel van Cerio Connect en via configuratie kan ik hier naar archiving en backup en daar vinden we een tapje backup terug. Nou, dat kunnen we enablen, kunnen we aanzetten. En vervolgens is er al een standaard, een default aanwezig met een aantal backups. En als we gaan kijken, dan zien we dat er een full backup wordt gemaakt op zondag om 1 uur. En vervolgens elke andere dag standaard is een differential backup. En dat betekent dat in een differential backup alleen maar de verschillen tussen de full, de vorige full en deze worden meegenomen. Dus op zaterdag worden de verschillen gebackupt tussen zondag en zaterdag. Op vrijdag worden de verschillen gebackupt tussen zondag en vrijdag, etc. En op die manier is die opgebouwd. Nou, daar kunnen we natuurlijk een eigen schema voor gaan maken. We kunnen iets gaan toevoegen. We kunnen bepaalde zaken kunnen we editen. En als we dus gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn, dan heb je dus de mogelijkheid om een naam te geven. Je kan aangeven op welke dag dat moet gebeuren, op welke tijd. En je hebt dus de keuze tussen een full of een differential backup. Dat zijn de enige twee opties die je hebt. Vervolgens kan je opgeven hier wat de target moet zijn, waar je naartoe gaat backuppen. In dit geval heb ik dus een mapje gemaakt op mijn domain controller. Uiteraard is het niet handig, maar voor testsituatie prima te doen. Is op de DC1 een mapje backup. En ik kan hier aangeven met welk account ik dat wil doen. Dus uit het domein Mediatech gebruik daarvoor de admin. Dit moment. De laatste optie die ik nog wel even laten zien is hier de current status en daarmee kan ik dus aangeven dat hij op dit moment een backup moet maken en dat wordt dan geen full of een differential maar een zogenaamde copy backup. Dus laten we eens een backup gaan maken en dan zie je dat er in dit geval een hele korte tijd een backup wordt gemaakt naar de domain controller. Nou, als we even omschakelen naar die domain controller, die zien we hier, is dat ik op de C-schijf een mapje heb gemaakt backup en je ziet inmiddels dat er een aantal backups al zijn. En de laatste is gemaakt vandaag. Het is nu 2 uur op het moment dat ik de video opneem. En daar zien we die backup terug. Je ziet ook dat het een copy backup is, omdat hier een C'tje voor staat. Als het een full backup is, wordt dat een F. En is het een differential backup, dan is het een D. En verder zien we hier het jaartal 2020-04, de maand 07, de dag, etc. We kunnen zo'n zipfile eens openen. Te kijken wat erin zit. Daar zitten een aantal bestanden in. In het mapje backup, store, mail, de naam van de domein. Daar vinden we eigenlijk alle resources terug, dus alle users, maar ook eventuele resources die gemaakt zijn. En is dat open, dan vinden we hier de rest van de bestanden terug. En op die manier is het mogelijk om 1 mailbox terug te plaatsen, te restoren. Nou, de map is gemaakt, de backup is gemaakt. Je ziet dat ik hier mijn mailbox open heb staan. En ik heb een belangrijke mail ontvangen van Rudy Haagmans. Die gaat over de natuur voor vorige week. En heel dom, maar ik heb per ongeluk die mail weggegooid. En we zullen dus moeten gaan kijken hoe we dit kunnen restoren. Nou, dat doen we op de mailserver. Dus we gaan terugschakelen naar mail. De backup is gemaakt waar, als het goed is, de copy backup hebben we net gemaakt, als het goed is zit daar dus die mail in die ik net weggegooid heb. En als we gaan zoeken op de website of via Google naar data recovery, dan vinden we terug dat we een aantal dingen kunnen doen binnen Cerio. Dan kunnen we namelijk een full backup recovery doen. En dit zijn voorbeelden. Of recovering van een single user mailbox. Nou, in dit geval gaan we die laatste doen. We gaan mijn mailbox restoren. En daar gaan ze een aantal van dingen van uit, namelijk bij de condition staat waar zij van uitgaan en vervolgens bij de solution hoe dat dan uitgevoerd wordt.
Ze geven dus hier aan dat de installatie op de default locatie te vinden is, dus in Program Files, Kerio Mail Server. Nou, ik heb tijdens mijn installatie daar niks aan veranderd, dus mijn Kerio Connect is inderdaad op die locatie geïnstalleerd. De backup directory is opgeslagen op een externe disk. Dat is bij mij niet het geval, die is opgeslagen op een share in het netwerk, dus daar moet ik iets mee. De mailbox wordt opgeslagen in een temporary file. Nou, daar kunnen we straks nog eventjes naar kijken hoe we dat op gaan lossen. Maar we moeten dus een aantal zaken veranderen. Nou, wat we straks moeten gaan doen is we moeten naar in de command prompt naar dit pad, hè, waar de mailserver geïnstalleerd is. En vervolgens kunnen we met het commando KMS recover, Kerio mailserver recover, kunnen we dus die mailbox van die user gaan restoren. Nou, het commando ziet er als volgt uit: KMS recover d, in dit geval wordt het bij ons mediatek.lan, user, en de d staat trouwens voor domein. User is dit voorbeeld Smith, dat moet een andere user bij ons worden, en de source waar vandaan, dat gaan we straks aanpassen. Nou, er wordt nog een keurig netjes hier een tweede voorbeeld gegeven. Als je een specifieke backup wil hebben, moet je dat helemaal gaan aangeven, welk zipbestand. Dus we gaan een aantal zaken doen. We gaan zorgen dat die mapjes in orde zijn aan alle kanten. En ik start op mail.mediatek.lan, dus de server waar ik nu ben. En daar heb ik dus inderdaad aangemaakt op de C-schijf een mapje backup en een mapje temp. Die bevinden zich allebei op de C-schijf. Vervolgens, ik heb hier nog een oude backup in staan, die ga ik eventjes verwijderen. Dus het mapje is helemaal leeg. Ik ga aanzetten in de view dat ik ook de extensies wil zien, zodat ik straks duidelijk kan zien dat dit een zipbestand is. Dus het mapje is op dit moment leeg. En in de temp-file op de C-schijf staat ook niks. Dus mijn mapjes zijn gemaakt. Ik ga over naar de DC1, want daar heb ik de backup staan die ik wil gaan gebruiken. Dus ik schakel terug naar de DC1. Ik ga naar mijn C-schijf. En ik ga de laatste backup pakken, dat is deze. En die wil ik gaan kopiëren naar de andere server, naar de mailserver. Dus ik ga naar //. Mail. En ik kies daar voor de verborgen share $C. Vervolgens krijg ik de inhoud van de C-schijf van de server mail te zien. Hier heb ik het mapje backup. Openen. En daar ga ik de kopie, de backup, inplakken. Oké. Nou, je ziet nog steeds hier mijn mailbox geopend. En nog steeds leeg. En dan gaan we terug naar de mailserver en die gaan we dus restoren. Wat we daarvoor doen is dat ik dit commando ga kopiëren. Ik ga een notepad bestand openen, een tekstbestand, en daar plak ik het hele commando in, zodat ik eerst het hele commando in orde kan maken en vervolgens dat in één keer kan gaan uitvoeren. Dit commando blijft hetzelfde, KMS recover, domein gaat worden, en die ga ik dus aanpassen. Dat wordt mediatek.lan in mijn voorbeeld. De user heet Celis in dit voorbeeld. En die temp-file, er moet een spatie tussen, die temp-file die staat op C en die heet temp. En de backup is ook te vinden op C in het mapje backup. Die heeft alleen een andere naam. Dus deze naam ga ik weghalen. Ik ga via de verkenner naar mijn C-schijf, naar het mapje backup. Daar wil ik de naam die kopieer ik en die plak ik hierachter. Dus dit zou mijn hele commando moeten worden. KMS recover,
MediaTechnolan User Cells. En ik ga de backup gebruiken die ik gemaakt heb om een restore te doen. De volgende stap die we moeten doen is dat we de service van Kerio Connect gaan stoppen. Zolang die actief is, kunnen we die niet gebruiken. Dus we zoeken de Kerio Connect service op. We zien dat die nog draait op dit moment. En ik kies ervoor om die service te stoppen. Vervolgens openen we een command prompt. En we gaan naar de C-schijf, cd program files. Nu zitten we in program files. Met het commando dir kan ik zien welke mappen er nog in zitten. Ik zie hier het mapje Kerio. Daar moet ik naartoe. Dus cd Kerio. Met de tab toets kan ik hem aanvullen. En als ik hier nog een keer een dir ga doen, dan zien we dat er een mapje heet dat heet mail server. Dus ik typ cd mail. Druk op de tabtoets. Hij vult hem aan. Enter. En ik zit in dit mapje. Vervolgens ga ik terug naar mijn tekstbestandje. Ik kopieer de hele commandoregel die we net hebben gemaakt. Die kopieer ik. En in mijn command prompt ga ik deze plakken. Dus mijn commando zit er nu in. Ik druk op enter. En er wordt gevraagd, weet je zeker dat je dit wil doen? Uiteraard lees je de waarschuwing goed door. Ik kies voor ja, yes. En vervolgens wordt er gevraagd, wat wil je dat ik doe? We kunnen de recovery alsnog stoppen. Dan typen we het nummer getal 0. Willen we hem gaan restore naar ctemp? Dan kies ik voor 1. Willen we de configuratie vanuit de backup terugkopiëren naar de store? Dan kies ik 2. Dus ik wil optie 2. Nou, vervolgens wordt de backup teruggeplaatst. Je ziet ook dat het succesvol is geweest. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. Ik kan mijn command prompt sluiten. Ik ga naar Kerio Connect Service om die weer aan te zetten. Om die weer op te starten. En als dat zometeen gebeurd is, schakelen we over naar de mailbox die nog geopend stond bij mij op de DC1. En dan gaan we eens kijken of de mail weer teruggeplaatst is. Kerio Connect is in ieder geval weer gestart. Ik schakel terug naar de DC1. Hij geeft aan dat er een serverfout was. Logisch, want we hadden de servers net uitgeschakeld. Dus ik ga hier naar mailbox 1. Ik moet mijn wachtwoord weer opgeven omdat hij opnieuw wil inloggen. En vervolgens zie je dat mijn mail met de belangrijke natuurlijk gelukkig weer gerestoord zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video over backup en restore binnen Kerio Connect.